Wij gaan zondag 25 en 26 lezen. Dat is nogal een behoorlijk stuk, maar dat is niet zo erg. Zondag 25, vraag 65. Aangezien u alleen het geloof ons aan Christus en al zijn weldaden deelgeeft, van waar komt dan dit geloof? Antwoord: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Antwoord: sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegels door God ingesteld om ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te doen verstaan en die voor ons te verzegelen, namelijk dat hij ons op grond van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht, uit genade vergeving van zonden en het eeuwige leven schenkt. Vraag 67. Zijn beide, het woord en de sacramenten, dan daarop gericht of daartoe ingesteld om ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis als de enige grond voor onze zaligheid? Antwoord: jazeker, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze zaligheid geheel en al berust op het enige offer van Jezus Christus, dat voor ons aan het kruis is geschied. Vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Testament of verbond ingesteld? Antwoord: 2. De heilige doop en het heilig avondmaal. Zondag 26, vraag 69. Hoe wordt u dan in de heilige doop eraan herinnerd en ervan verzekerd dat het enige offer van Christus aan het kruis geschied u ten goede komt? Antwoord: op deze wijze dat Christus dit uiterlijk waterbad heeft ingesteld en daarbij heeft beloofd dat ik even zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid van mijn zonden, dat is van al mijn zonden gereinigd ben, onreinheid van mijn ziel, als ik uiterlijk met het water dat de onreinheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Vraag 70. Wat betekent dit met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Antwoord: het wil zeggen van God uit genade vergeving van zonden te hebben, omwille van het bloed van Christus, dat hij in zijn offer aan het kruis voor ons vergoten heeft. Verder ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer aan de zonden afsterven en een godzalig en onberispelijk leven leiden. Vraag 71. Waar heeft Christus ons beloofd dat hij ons even zeker met zijn bloed en geest wil wassen als wij met het doopwater gewassen worden? Antwoord: bij de instelling van de doop, die aldus luidt: gaat heen, onderwijst alle volken en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wie geloven zal en gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Maar wie niet geloven zal, die zal veroordeeld worden. Deze belofte wordt herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde noemt. Tot zover de tekst van deze twee zondagen. Wij gaan ons deze en de volgende keren bezighouden met de sacramenten. Het duurt even voordat die worden ingeleid, want als je begint met vraag 65, dan zou je eigenlijk helemaal niet verwachten dat het die kant uitgaat. Want het begint met een heel andere vraag, namelijk: als een mens geloof heeft, waar komt dat geloof dan vandaan? Het is boeiend om te zien dat als je dat aan een evangelisch iemand vraagt, dat hij de eerste nadruk zal leggen op de verantwoordelijkheid van een mens. En vraag je dat aan een traditioneel reformatorisch iemand, dan zal die alle nadruk leggen op de kant van God. Maar wij zijn verstandige mensen en we weten natuurlijk dat het 100% verantwoordelijkheid van de mens en 100% genade van God is. Maar omdat hier heel nadrukkelijk staat dat geloof komt van de Heilige Geest, mag ik van de weeromstuit wel even toch weer in herinnering roepen dat geloven ook gewoon een bevel van God is. Niet geloven wordt in de Bijbel ongehoorzaamheid genoemd. Het laatste vers van Johannes 3. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is,
De toorn van God blijft op hem. Het tegenovergestelde van geloven is ongehoorzaam zijn. En Paulus spreekt dan ook in Romeinen 1 over geloofsgehoorzaamheid. Dat wordt ook wel eens anders uitgelegd. Maar dat betekent toch in de eerste plaats dat tot geloof komen gehoorzaamheid is aan een bevel van God. Paulus zegt op de Areopagus in Handelingen 17... dat God met voorbijzien van de tijden der onwetendheid vandaag overal laat verkondigen dat alle mensen zich moeten bekeren. En toch, als je daarachter staat en je hebt dat mogen beleven en je kijkt erop terug, welk christen zou dan ooit zeggen, dat heb ik dan toch maar gedaan. Dat is dan toch maar iets wat ik heb gepresteerd. Wie zou er nou niet zeggen, dat is allemaal Gods genade geweest. Het is allebei even waar. Dan kun je in de Dordtse leerregels ook deze merkwaardige paradox tegenkomen, die ik al eens eerder genoemd heb. Als je behouden wordt, is dat 100%, nou die 100% staat er niet bij, maar dan is dat volledig Gods genade. En als je verloren gaat, is dat volledig je eigen schuld. Puur logisch gezien rammelt dat natuurlijk, maar daar trokken die Dordtse vaderen zich gelukkig niets van aan. Het is de volle waarheid. Je bent verantwoordelijk om je te bekeren. Maar als het gebeurd is, dan zeg je het was Gods genade. Je ziet het bij de Emmausgangers hoe de Heer Jezus hun verstand opende, hoe hij hun hart opende, hoe hij de schriften voor hen opende. Het was zijn werk. In Handelingen 16 lezen we van Lydia dat de Heere haar hart opende, zodat zij het woord dat Paulus predikte in zich opnam. Het komt van God. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door twee dingen. Eigenlijk staan er hier drie, maar ik neem die eerste twee samen. Door de Heilige Geest. En dat gaat gepaard met de verkondiging van het Heilige Evangelie. Die twee kun je niet losmaken van elkaar. Er wordt geen mens bekeerd door alleen het woord. Want de objectieve prediking van het woord die moet verbonden worden met de subjectieve toepassing van dat woord op de harten van de mens. En dat is het werk van Gods Geest. Normaliter kun je ook zeggen, het is niet de Geest alleen die het doet. De Geest werkt door het woord. Het geloof is uit het gehoor is door de prediking van het woord van God, zegt Paulus aan de Romeinen. Maar dan komt er iets bij en dat is de introductie tot het onderwerp sacramenten. Woord en geest samen doen dat, maar dat geloof wordt versterkt door het gebruik van de sacrament. Nou, laat ik beginnen met iets te zeggen over dat woord. Ik hoor het evangelische mensen bijna nooit zeggen, tenzij dat ze een reformatorische achtergrond hebben en dat nog in hun jargon zit. Normaal gebruiken we dat woord eigenlijk niet. We hebben het over de dopen, over het avondmaal. Het woord sacramenten heeft al een hele oude geschiedenis, maar dat komt niet in de Bijbel voor. Althans, in de Latijnse Bijbelvertaling, de Vulgata, vind je dat woord ook. Het Griekse woord is mysterion, dat kennen wij als mysterie. Maar in Efeziërs 5 wordt dat woord mysterion vertaald in het Latijn met sacramentum en dan gaat het over het huwelijk. Deze verborgenheid is groot, de verborgenheid tussen man en vrouw toegepast op Christus en de gemeente. En die tekst wordt in de Rooms-Katholieke Kerk gebruikt om duidelijk te maken dat het huwelijk ook een sacrament is. Kijk maar, daar staat het letterlijk in de Latijnse Bijbel, dat is de officiële Bijbel van de Katholieke Kerk, daar staat dat woord sacramentum. De oorspronkelijke betekenis van sacramentum is trouwens heel wat anders. Het is eigenlijk de krijgseed, de eed die de recruut, die nou tot soldaat wordt gepromoveerd, moet afleggen. Een eed van trouw aan de commandant, aan de keizer en aan de goden van Rome. Met die eed wordt hij opgenomen in het Romeinse leger. En zeker als het over de dood gaat, maar eigenlijk ook wel het avondmaal, dan klinkt daar nog iets van door. Dat zal nog wel in deze avonden zichtbaar worden. Iets van deze versterking, vernieuwing van je toewijding, zeker in het avondmaal, omdat dat steeds herhaald wordt. Maar ja, de krijgseed werd één keer afgelegd en de doop is ook maar eenmaal. Maar in het avondmaal is het elke keer een vernieuwing als het ware van je trouw aan God en aan Christus. Maar dat komt later wel aan de orde.
Je moet eigenlijk niet kijken naar de oorsprongen van zulke woorden. Je moet kijken hoe hebben die woorden hun plek gekregen in het denken van de kerk. Hoe komt het nou dat de katholieken er 7 hebben en dat protestanten er maar 2 hebben? Dat is toch de eerste vraag. Nou, in de eerste plaats hangt dat heel simpel af van je definitie van sacrament. Als je dat sacrament maar ruim genoeg definieert, dan kun je er nog veel meer onder brengen. Er zijn mensen die hebben voorgesteld om ook de evangelieverkondiging en het pastoraat en het diaconaat en ik weet allemaal niet wat je eronder kunt brengen. Als je sacrament meer geeft als genademiddel, als een van de middelen die God gebruikt om zijn genade aan mensen kwijt te kunnen, dan kom je nog tot veel meer dan 7 sacramenten. Maar als je een heel smalle definitie neemt, en dat doet de catechismus ook, en dat lijkt me ook wel erg handig, anders gaat dat woord wel een erg grote, ruime betekenis krijgen, dan is het ook niet meer handig, dat woord. Dan is het, zoals het in de volgende vraag ook staat, een heilig en zichtbaar teken, vooral met nadruk op dat woord zichtbaar. Bij sacramenten zoals wij ze kennen, in die engere zin van het woord, daar komen altijd bepaalde substanties aan te pas. Bij de doop is dat het water, bij het avondmaal brood en wijn. En ik ga straks ook een lans breken voor de ziekenzalving. Die is te makkelijk overboord gegooid. Daar gaat het om de olie. En in bepaalde kringen wordt de olie ook gebruikt bij bepaalde wijdingen tot bepaalde ambten. In elk geval die 4 substanties, water, brood, wijn, olie, zou ik hier willen noemen. En daar wordt een symbolisch gebruik van gemaakt. Dat water spreekt van iets. Brood en wijn spreken van iets. Ze stellen iets voor. En dat geldt ook voor de olie. Er staat hier, het zijn heilige zichtbare tekenen en zegels. Een teken betekent altijd wat. Het stelt iets voor. En een zegel, dat woord wordt even later ook in de antwoord 66 gegeven. Met dat woord verzegelen. Dat vormt een bevestiging. Het stelt iets voor, dat is een teken. En het bevestigt Gods belofte, dat is een zegel. En die sacramenten die zijn door God ingesteld. Ik zou zelfs nog specifieker willen stellen, ze zijn door de Heer Jezus ingesteld. Tijdens zijn leven op aarde horen we al over de ziekenzalving, al is dat dan maar 1 keer. In Markus 6, daar lezen we dat de apostelen erop uitgezonden werden en dat zij de zieken met olie zalfden ter genezing en bevrijding. En later keert dat dan terug in Jacobus 5, waar deze taak aan de gemeente wordt geschonken. De oudsten moeten voor de zieken bidden die met olie zalven en het gelovig gebed zal de zieken gezond maken. Kom straks nog wel even op terug. Ten tweede, nadat de Heer Jezus opgestaan was en voordat hij ten hemel voer, heeft hij de doop ingesteld. In Matthäus 28, we hebben dat straks al gelezen, in vraag 71. En ik vergeet natuurlijk de juiste volgorde, want in de laatste nacht van zijn leven op aarde heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld. Dus tijdens zijn leven het eerste, in de laatste nacht van zijn leven op aarde het tweede, en na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart het derde. Dus door Christus op aarde zijn deze sacramenten ingesteld. Er is ook een nauw verband tussen alle 3. Want ze verwijzen naar het enige offer van Christus aan het kruis volbracht. En ze hebben te maken met vergeving. Dat zijn de 3 dingen die hier genoemd worden. Ze verwijzen naar de dood van Christus. En ze hebben alle 3 te maken met vergeving. U hoort dat ik bewust 3 zeg. Hoe werkt dat? Bij de doop lezen we in Romeinen 6 dat Paulus zegt, weten jullie niet dat jullie tot de dood van Christus zijn gedoopt? Door de doop word je gevoegd bij de gestorven Christus. Bij het avondmaal lezen we in 1 Korinthe 11 dat zo dikwijls wij het brood eten en de drinkbeker drinken, verkondigen wij de dood des Heren. En ook de ziekenzalving verwijst, zoals Jesaja 53 laat zien, naar het sterven van Christus. Want in zijn sterven heeft hij ook onze ziekten op zich genomen. En voordat u dat te gauw gaat vergeestelijken,
wijs ik u op Matteüs 15, waar als de Heer Jezus zieken geneest, deze tekst wordt aangevoerd om dat te onderstrepen. Alle drie hebben ze ook met vergeving te maken. Je ziet het al zelfs bij de doop van Johannes. Dat is wel wat anders, maar er zit er ook samenhang in die twee dopen. Die doop van Johannes was een doop der bekering tot vergeving van zonden, zegt Marcus 1. Bij het even aan de instelling van het avondmaal zegt de Heer Jezus bij de drinkbeker: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En als je Jacobus 5 leest, dan zie je bij de ziekenverzalving dat altijd de kwestie aan de orde moet komen of er zonde in het leven van de zieke is die een verklaring zou kunnen vormen voor het ontstaan van de zieke. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn, maar de zieke moet dat wel belijden als het het geval is en dan staat er en hij zal vergeving ontvangen. Daar zien we ook dat vergeving in het gehele kader van de ziekenzalving een rol kan spelen. Dus op deze smalle definitie van de sacramenten heb je met zichtbare tekenen te maken. Ze verzegelen, onderstrepen de belofte van God. Ze hebben alle drie te maken met de dood van Christus. Ze hebben alle drie te maken met de vergeving. En de dood van Christus, het offer van Christus aan het kruis volbracht en de vergeving der zonden en het eeuwige leven worden hier in dit antwoord genoemd. En dan staat er in vraag 67, zijn beide, het woord en de sacramenten, dan daarop gericht om ons door het geloof te wijzen op het offer van Christus? Nou, dat is nogal voor de hand liggend. En de antwoord luidt dan ook krachtig, ja zeker. Ze wijzen ons alle drie, zeg ik dus maar, op het woord. Hier staat trouwens niet twee, doop en avond, maar hier staat woord en sacrament. Het woord doet dat door de verkondiging. De sacramenten doen het door zichtbare tekenen. Het geloof is uit het gehoor. De prediking richt zich tot de oren. De sacramenten richten zich tot de andere zintuig. Je kunt in de eerste plaats zien wat er gebeurt. Er wordt iemand gedoopt. Er vindt een avondmaalsviering plaats. Er wordt iemand met olie gezalfd. Er is zichtbaar iets aan de hand. Je voelt het ook. Als je gedoopt wordt, als je brood en wijn tot je neemt, je proeft het ook. Je kunt het zelfs ruiken, want olijfolie ruikt niet zo lekker. Dus meestal krijgt dat nog een aardig geurtje mee ook. Eigenlijk, de prediking richt zich tot één zintuig. Je vindt het misschien handig om de prediker te zien, maar eigenlijk gaat het om het wat hij zegt. En de andere zintuigen die komen erbij. Er is een Chinees spreekwoord dat zegt: één beeld doet meer dan 1000 woorden. En dat weet u ook. Ik probeer wel eens in gedachten, als ik me zit te vervelen op lange tochten, wiskundige puzzels op te lossen. En dan betrap ik me er altijd op hoe lastig dat is. Want dan wil ik eigenlijk even stoppen om een tekeningetje te maken. Vooral meetkunde, dat vind ik erg leuk. En zo ik het getekend heb, dan snap ik het ook meteen hoe ik erover is. Ach ja, natuurlijk, dan zie ik het meteen. Dat is wat hier gebeurt. Het zijn beelden. En weet u, vooral protestanten kunnen dat best gebruiken eigenlijk. Wij zijn wat dat betreft nogal wars, en dat geldt voor ons allemaal, evangelisch en reformatorisch, nogal wars van uiterlijk vertoon. We hebben de beelden de kerk uitgegooid. Dat vond ik ook wel een goed idee trouwens. Maar er is ook eigenlijk niks voor in de plaats gekomen. We weten het nog een beetje met behoorlijke architectuur goed te maken. Maar zelfs evangelische hebben daar eigenlijk niet zoveel mee op. Die komen bij wijze van spreken net als hagepredikers buiten samen, of in een gymnastiekzaal of in een cafézaal. Het is allemaal vergeestelijkt. Het is dat we de sacramenten hadden, anders zouden we die ook niet gebruiken. En daarom hebben we het ook tot het minimum teruggebracht, of het er nou 2 of 3 zijn. Wij zijn arm aan riten en ceremoniën. Ik denk aan dat vrouwtje dat die prachtige processie door de kerk zag wandelen, de katholieke kerk, op een van de hoogtijdagen. Een en al pracht en praal. Daar worden alle zintuigen aangesproken. Vandaar het wierook in de kerk, de prachtige zang, dat wat je kunt zien, wat je kunt ruiken, wat je kunt proeven, alles, alles, alles. En zij riep uit, je kunt toch wel zien dat dit de ware kerk is. Zoveel schoonheid. Inderdaad, als dat arme vrouwtje in onze kerken kwam, evangelisch of reformatorisch,
zouden ze onmiddellijk zien dat dat valse kerken zijn. Er valt nou niks voor het oog of voor de tong of voor, wat hebben we nog meer, de tastzin, de smaakzin te beleven. Wij vinden dat nou juist heel belangrijk. Calvinisten zijn de soberste van alle stromingen die rechtstreeks uit de reformatie zijn voortgekomen. En in het algemeen weten evangelisten er ook wel wat van die soberheid. Dus dit is al heel maag. Bovendien, we hebben het ook nog eens verder versoberd, terwijl het toch een maaltijd is. De Heer Jezus zegt, neemt eet. Hij zei niet, neem een kruimeltje tot je. Je moet eten. Maar daar gaan we nou verder niet over uitweiden. Calvinisten hebben zelfs het doop tot enkele druppeltjes weten te reduceren. Ik moest ooit in een baptistengemeente spreken, maar ik kwam in de kerk daar tegenover binnen. En ik liep die zaal en ik zag het doop van. Ik denk, oh nee, dit kunnen nooit baptisten zijn. Dus ik was daar zo weer weg en toen vond ik de juiste gemeente. Dat zit hem in de aard van het protestantisme, want de evangelisten hebben dat net zo goed. Die absolute reductie van elke vorm van uiterlijk vertoon tot het absolute minimum van het avondmaal. Een drupje en een korreltje. Paar druppeltjes water. En ook, ik heb het in Afrika meegemaakt dat als iemand daar met olie gezalfd werd, werd er een halve emmer olie over je hoofd heen gegooid. De kleren kon je allemaal weggooien, maar je was tenminste gezalfd. Maar ik heb zelf vele malen zulke zalvingen uitgevoerd en wij deden dat met Hollandse krenterigheid. Iets aan je vingers smeren en dat op iemands voorhoofd aanbrengen. Het is typisch protestants. Vandaar dat die zeven er nog maar twee zijn. Nou, ik maak er dan nog drie van. Maar goed, terug even naar die vraag 67. Het verzekert ons dat onze zaligheid geheel en al berust op het enige offer van Jezus Christus. Ik vind zaligheid wel een mooi woord. Eigenlijk moet het zijn behoudenis, heil. Je hebt dat, ik denk dat het van Luther vandaan komt. In Engels heb je salvation, die doen het goed. En Frans, alle talen doen het goed, behalve het Nederlands. En dat is Lutherse schuld een beetje. Die begon al met zeligkeit. Maar de grondbetekenis van het woord is, leg hier maar de Latijnse versie van de catechismus naast. Dan vind je een woord dat betekent behoudenis, heil, verlossing. En zaligheid is toch een mooi woord, want het geeft aan dat uiteindelijk dat wat Christus voor ons tot stand gebracht heeft toch heel wat verder gaat dan alleen de vergeving van de zonde. En dat zie je in doop en avondmaal ook. De doop, dat komt nog wel verder aan de orde, brengt ons op het terrein van het koninkrijk Gods. Maakt mensen tot discipelen door ze te dopen en te brengen onder het gezag van een groot koning die alle macht heeft in hemel en op aarde. En in de sfeer van alle kracht en macht die hij daar heeft en waarmee hij uiteindelijk al het rijk van Satan zal overwinnen. Dat gaat heel wat meer en heel wat verder dan alleen de individuele vergeving. Denk aan het avondmaal waar het gaat in 1 Korinthe 10 over de eenheid van het lichaam van Christus, de verbondenheid met elkaar. Je viert nooit avondmaal met de mensen van je eigen gemeente en ook niet nog minder met de mensen van je eigen denominatie. Je viert avondmaal met het lichaam van Christus. Of je het nou leuk vindt of niet, je viert ook op dat moment avondmaal met alle gelovigen in de katholieke kerk en in de evangelische kerk en of in de Lutherse kerk of Anglicaanse kerk en met alle christenen waar ook ter aarde. Want het avondmaal is het eigendom van het lichaam van Christus. En nooit van een bepaalde denominatie. Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden. Dat het in deze sacramenten gaat om het volle heil. Hoe sober en hoe simpel de beelden ook mogen zijn, het gaat daarbij altijd om het volle heil. Een heil dat, zoals het hier nog weer nadrukkelijk gezegd wordt, gebaseerd is op het enige offer van Jezus Christus. De sacramenten spreken zonder dat ze praten. Het doet een beetje denken aan Psalm 19, waar de hemelen Gods eer verkondigen. En daar heb je hetzelfde eigenlijk. Je hoort helemaal niks. Je kunt het niet opnemen op een bandje. Je hoort niks en toch spreken ze.
Ze getuigen van de grootheid van God. Zoals Romeinen 1 zegt, van zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dat is de taal, de stilzwijgende taal die van dit geval van het firmament uitgaat. En zo is het met het avondmaal ook. Het avondmaal is taal, het spreekt. Je moet dan die boodschap wel kunnen verstaan. Want als een ongelovige binnenkomt die het van toeten nog blazen weet en die hoort dat wij een maaltijd hebben met elkaar, en hij ziet ons dan dat ene druppeltje en dat ene kruimeltje tot ons nemen, dus tot het absolute minimum gestileerd, dan weet hij niet waar wij in vredesnaam mee bezig zijn. Maar dat komt doordat voor ons dat verbonden is met een geweldige geestelijke werkelijkheid die hij niet kent. Hij kijkt alleen naar dat uiterlijk. Hoeveel sacramenten heeft Christus het Nieuwe Testament ingesteld? 2, klaar. 2. Nou, dat is natuurlijk een moeilijkheid, want het woord sacrament komt helemaal niet in het Nieuwe Testament voor. Dus wat je hier zou moeten vragen is, hoeveel gebruiken heeft Christus ingesteld waarbij bepaalde substanties een rol spelen? Antwoord 3. Want je kunt niet om Marcus 6 en Jacobus 5 heen. Ik zal u troosten, het gaat in het vervolg van deze avond en de volgende over doop en avondmaal. Ik hou me keurig aan de instructies, maar ik moet het er toch wel bij gezegd hebben dat ik absoluut niet zou weten waarom de ziekenzalving daar niet bij hoort. Het aardige is, de ziekenzalving hoort wel bij de 7 van de katholieke kerk. Dus toen ik dat eenmaal ging ontdekken, toen dacht ik even gauw nakijken welke allemaal nog meer weggestreept zijn. Er hoort de biecht onder andere bij, die wordt ook in Jacobus 5 genoemd. Maar die reken ik niet mee, net als het huwelijk, omdat het daar niet gaat om substanties zoals water, brood, wijn, olie. Dus ik hou me aan die smalle definitie. Maar ik ga daar verder niet over uitweiden, dat zult u wel begrijpen. Daar gaat het me helemaal niet om. En ik vind het ook heel belangrijk dat we eens goed nadenken over doop en avondmaal. Want voor de meeste van ons is toch... het meest algemene bekende gebruik van de sacramenten dat we kennen. Dat geldt ook nog steeds zo voor de meeste evangelische gemeenten. Hoewel ik het ook heel bijzonder vind dat je ook bijvoorbeeld in de protestantse kerk in Nederland steeds meer hoort van gemeenten waar de ziekenzalving wordt toegepast. Prima, dat mag. Nou, we gaan een begin maken met de kwestie van de doop. En ik vind het heel boeiend, dat zeg ik u nu alvast, dat is pas helemaal aan het einde, dus het is niet vanavond, dat is de volgende keer. De kwestie van de kindertjes aan bod komt. Je kunt eigenlijk al die keren, al die vragen over de doop nadenken, zonder dat je één keer daarbij de vraag stelt, voor wie is die doop nou eigenlijk? Voor de kleine kindertjes of ook alleen maar voor de grote mensen? Is het een geloofsdoop, is het een kinderdoop? Het komt bijna als een soort afterthought. Oh ja, ja, dat is waar. Helemaal aan het eind. Dat is ook de enige keer dat dan het woord verbond genoemd wordt. Dus we gaan heerlijk over de doop nadenken, zonder nog ons uit te laten over dat wat voor sommige mensen wel de meest wezenlijke vraag lijkt te zijn. Moet je nou baby's dopen of moet je gelovigen dopen? Dat is helemaal niet de meest wezenlijke vraag. Als mensen dat zeggen, dan zeg ik altijd, laten we nou eerst eens beginnen te vragen, wat betekent de doop? Punt. En gaan we helemaal aan het eind eens kijken, betekent dat nou alleen gelovigen of betekent dat ook de kinderen van de gelovigen? Helemaal aan het eind. En zo doet de catechismus dat ook. Dus als u hier gekomen bent om te horen of er nou kindertjes of grote mensen gedoopt moeten worden, u zult echt volgend jaar moeten terugkomen. Namelijk op 8 januari. En dat is toch niet voor niks, dat hebben deze mensen goed doordacht. Ik zal u nog sterker vertellen. Stel u voor, ik was een vreemdeling op aard en ik lees deze dingen. Ik weet de Bijbel, maar ik weet verder niks af van de kerkgeschiedenis. Dan zou ik tot op die laatste vraag denken, de schrijvers van de catechismus zijn hartelijke voorstanders van de geloofsdoop. U zult het direct zien. Dat is bij Calvijn ook zo. Als je een institutie leest, er zijn ook verschillende versies, daar zie je ook versies van de institutie, daar zie je ook dat hij met die materie geworsteld heeft. Het komt altijd als een soort afterthought. In de Nederlandse geloofsbelijdenis is precies hetzelfde. Het gaat eerst over de doop. Op zo'n manier dat de naïeve lezer, zoals ik nu wil zijn, denkt, het gaat over geloofsdoop. Het wordt zo verbonden met wat er innerlijk gebeurt in de mens, de innerlijke reiniging van de ziel. En dan aan het eind hoor je als verrassing, dit is natuurlijk ook voor onze kindertjes. Goed, dat gaan we de volgende keer verder bespreken, komt verder niet aan bod.
Ik wil het alleen maar genoemd hebben om duidelijk te maken, de belangrijkste vraag is niet kindertjes of gelovigen. De belangrijkste vraag is, wat betekent de doop eigenlijk? Sowieso natuurlijk een tricky subject, want hier zijn geheide kinderdopers, maar ook geheide baptisten in de zaal. En ik wil die niet net als Paulus dat deed met de fariseeën en de sadduceeën tegen elkaar uitspelen. We houden het vreedzaam. Hoe wordt u in de heilige doop eraan herinnerd en van verzekerd dat het offer van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Lieve mensen, hier staat niet, hoe was dat dan eigenlijk toen jullie als babytje gedoopt werden? Hier worden de leerlingen aangesproken. Leerling, je wordt gedoopt. Wat betekent dat nou? Hoe wordt nou in die doop jou duidelijk gemaakt dat het enige offer van Christus aan het kruis geschiet jou ten goede komt? Niet bent gedoopt, maar dan moeten we nog maar afwachten of je ooit tot bekering komt. Nee, hoe horen innerlijk en uiterlijk hier bij elkaar? Dat is misschien wel waarop je het meest kort kunt samenvatten. Constant vind je naast elkaar het uiterlijk waterbad en het innerlijk waterbad. De uiterlijke reiniging en innerlijke reiniging. Het Hebreeuws, of het Griekse woord voor doop, baptismos, waarin u natuurlijk het woord baptisten herkent, dat betekent ook niet in de eerste plaats onderdompeling. Het betekent in de eerste plaats reiniging. Je vindt dat in Hebreeën, de meeste vertalingen zeggen dat doop, maar in Hebreeën 6 vers 1 kun je ook vertalen een rituele reiniging. En ik denk dat Paulus, dat de schrijver daar vooral het heeft over het Oude Testament. En dan ging het niet over dopen, dan ging het over allerlei wassingen en reinigingen onder de wet van Mozes. Nou, zo is dat hier ook. Want het antwoord zegt op deze wijze dat Christus dit uiterlijk waterbad heeft ingesteld. Niet een paar druppeltjes, maar een waterbad. Ik hoor de laatste tijd, er zijn ook weer PKN-dominees die beginnen weer kindertjes onder te dompelen. Luister, ik hecht daar niet een uitzonderlijk grote waarde aan. Want de betekenis en de waarde van de doop die zitten niet in de hoeveelheid water die toegepast wordt. Maar als je het dan toch doet, laat het dan ook een uiterlijk waterbad zijn. Op deze wijze dat Christus dit uiterlijk waterbad heeft ingesteld en daarbij heeft beloofd dat ik, en dat is bijna altijd in de catechismes, ik gelovig mens, dat ik even zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van al mijn zonden gereinigd ben, dat is de binnenkant, als ik uiterlijk met het water dat de onreinheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Die twee dingen horen bij elkaar. De doop is een uiterlijke wassing. Je zou kunnen zeggen, waarom is die nou nodig? Als je nou maar innerlijk gewassen bent, dan is dat toch voldoende. Dat is waar, als je op een van de twee zou moeten bezuinigen, dan kun je beter de waterwassing, de uiterlijke doop weglaten. Want het gaat natuurlijk voor je eeuwig behoud om die innerlijke wassing. Ook al zou je nooit gedoopt zijn, dan zou je toch door die innerlijke wassing behouden worden. En je wordt niet door dat uiterlijk waterbad gereinigd. Dan moet innerlijk ook iets aan te pas komen. Maar wat het punt hier is, is die twee dingen horen bij elkaar als twee kanten van de medaille. Er gebeurt van buiten iets met jou. En dat is belangrijk. Waarom dat zo belangrijk is, eigenlijk zegt de catechismus dat niet erg. Maar het is vooral erg belangrijk omdat het jouw positie op aarde markeert. Aan wiens kant sta jij? Als ik een orthodoxe Jood zou tegenkomen die tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Of een moslim die tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. En die zou tegen mij zeggen, nou ik geloof dat de Heer Jezus de Messias van Israël is. Dat hij voor mijn zonde gestorven is. Ik geloof in hem als mijn Heer en Heiland. Maar ik kan dat niet vertellen in mijn familie. Dat kost me mijn leven. Dan zou ik tegen hem zeggen, maar zolang jij niet gedoopt bent, kan ik je niet als christen erkennen. Ik zeg niet dat hij verloren gaat. Helemaal niet. Maar hij staat hier op aarde nog steeds aan de verkeerde kant. Ik zal je vertellen, moslims en joden begrijpen dat beter dan vele christenen. Want als iemand naar een kerk gaat, uit een orthodox joods gezin, en hij begint steeds meer voor de Jezus te voelen, dat zullen ze allemaal heel erg vinden, ze zullen het accepteren. Tot op het moment dat hij zich laat dopen, en dan wordt er een rouwmaaltijd gehouden, dan sterft hij voor hen, dan bestaat hij niet meer, dan is de grens getrokken. Die geweldige betekenis dat de doop je brengt uit het terrein van Satan. De doop is heel duidelijk in 1 Korinthe 10, een parallel van de Rode Zee. Die je uit Egypte bent, uit het land van de zonde en de dood.
En die brengt je niet in het beloofde land, hij brengt je in de woestijn. Maar je bent door het water van de Rode Zee gescheiden van Egypte, zoals je door het water van de doop gescheiden bent van de wereld van zonde en dood en Satan. En hetzelfde beeld bij de zondvloed, 1 Petrus 3, waar de doop vergeleken wordt met de zondvloed. Noach werd als het ware door de wateren van de zondvloed heen weggenomen van die oude aarde die onder het oordeel van God stond, en hij werd op een veilige plaats gebracht. Waar nog steeds de zondigheid van de mens was, maar die veilige plaats was gegrond op het offer dat Noach bracht op zijn altaar dat hij bouwde. Een wereld die nu onder het beslag werd gebracht voor wat voor ons spreekt van het offer van Christus. Daarom is die doop ontzettend belangrijk. Dat hebben mensen altijd geweten, of ze nou vroeg dopen of later dopen, dat die doop zo betekenisvol is. Alleen Quakers en Leger des Heils mensen hebben hun eigen reden om het niet te doen. Maar voor de rest vind je het bij alle christenen terug. Maar ieder begrijpt dat het uiterlijk waterbad volkomen betekenisloos blijft als het niet met die innerlijke reiniging gepaard gaat. Die twee vallen nooit samen. Bij kinderdopers is het eerst het uiterlijk bad en dan, mogen we hopen, het innerlijk bad. Bij baptisten is het eerst het innerlijk bad en dan het uiterlijk bad. Het valt nooit samen in de praktijk. Maar dat geeft ook niet. Voor God horen ze bij elkaar als twee kanten van de medaille. En ik zeg wel een keer, dat mag ik wel zeggen zonder dat iemand mij stenigt. Ik vind dat evangelischen soms nog later dopen dan dat reformatorische christenen te vroeg dopen. Hoe verder het uit elkaar gerukt wordt, des te minder wordt hier waar het hier staat. Ik had vandaag nog een gesprek met iemand erover. Jongelui die al aan het avondmaal gaan, en dat is best als ze de Heer Jezus van harte lief hebben en toebehoren, terwijl ze nog niet eens gedoopt zijn. Want dat gebeurt daar volgens traditie als ze een jaar of 18 of 20 zijn. Nou, dat is net zo'n traditie geworden als dat je het doet als ze een paar maanden oud zijn of een paar weken. De een doopt veel te vroeg, de ander doopt veel te laat. Hou die twee zo dicht mogelijk bij elkaar. Weet je hoe ik dat weet? Omdat het Nieuwe Testament, als er iemand is die zegt, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden, is de kamerling, dan zegt Filippus niet, nou, dat moeten we dan eerst eens in de kerkenraad bespreken. Ik zou zeggen, laten we omdraaien, we keren terug naar Jeruzalem. Ik bespreek dat in de gemeente van Jeruzalem en ik weet zeker dat u dan bezoek zult krijgen van enkele leden van de oudste raad, of hoe dat ook mogen heten. En dan vinden we vast wel ergens een datum dat u gedoopt zult kunnen worden. Zo doen wij dat toch? Of je nou revogelisch of evantorisch bent, zo doen wij dat vandaag. En deze man voelde dat aankomen. Hij denkt, er komt vast een kerkenraad of een oudste raad aan te pas. Dus hij zegt, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zegt, niks. En ze doen het meteen. Paulus, als zo gauw zijn ogen open gaan, de schellen vallen van zijn ogen gaan ook de geestelijke ogen van zijn hart open. Paulus werd bekeerd op de weg naar Damascus, maar hij vond vrede met God toen zijn ogen geopend gingen doordat iemand de hand op zijn hoofd legde, Saul, broeder. En hij werd innerlijk en uiterlijk genezen. Wat gebeurde? Het eerste wat hij te horen kreeg was, laat je dopen en je zonden afwassen. Hoezo, die zonden waren toch afgewassen door het geloof? Ja, dat is waar. Maar die twee dingen horen bij elkaar, plak ze aan elkaar en hou ze zo dicht mogelijk bij elkaar. En dat is, dat vind je vaker. Zo gauw Petrus te horen krijgt in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Door de Joden die in hun harten geraakt zijn. Wat moeten we doen? Bekeren, dopen. Cornelius en de zijnen, ze horen het evangelie. Wat moeten we doen? Ze waren al bekeerd. Dat Heilige Geest viel op hen neer. Terwijl ze het woord hoorden namen ze het aan. De Geest viel op hen neer. Zelfde dag gedoopt. En zo is het constant. Waarom? Precies omdat het hier staat. Omdat die twee bij elkaar horen. En daarom zeg ik, vind ik jammer als ze zo vreselijk vroeg gedoopt worden. En ik vind het vreselijk jammer als ze zo vreselijk laat gedoopt wordt. Bij kinderen die al heel erg lang de Heer Jezus kennen en liefhebben en volgen. Ik snap best dat er bij een 4-jarig kind je dat nog niet zo erg serieus kan nemen. Maar bij een 12-jarig kind, laten we even ruwweg, even als maatstaf. Dat is geen wet van oude en eeuw. Dit is gewoon even een ruwe richtlijn. De bar mitzwa leeftijd van het Joodse volk. Als ze mij vragen, ben je als kind of als volwassen gedoopt? Dan zeg ik, ik heb de kinderdoop ondergaan.
Want ik was 12 jaar oud. Maar het was wel op grond van persoonlijk geloof. Nou, dat is geen maatstaf voor anderen, maar een ruwe indicatie. Je kunt het ook vreselijk te laat doen. Hou die twee zo dicht mogelijk bij elkaar. Innerlijk gereinigd door het bloed. Uiterlijk door het waterbad. En denk erom. Vooral daar waar de dood plaatsvindt met vele getuigen, ongelovige vrienden, wereldlingen die toekijken. Ik vind het altijd mooi als de dood plaatsvindt in een of andere rivier. Met vooral heel veel mensen erbij. Laat ze hem alsjeblieft zien. Dat hier een mens deze hele boze wereld terug toekeert. En zegt, ik wil de Heer Jezus gaan dienen in de kracht van de Heilige Geest. Maak alle mensen tot discipelen en doop ze in de naam van de drie-ene God. Zo doe je dat. Hoe maak je ze tot discipel? Je begint met de doop en daarna ga je ze onderwijzen. Niet zoals in heel veel evangelische gemeenten waar eerst een heel lang onderwijs moet plaatsvinden. En dan de doop. Nee, eerst de doop, dan onderwijzen. Oeh jongens, ik jaag iedereen tegen mij in het harnas vanavond. Het zijn de twee kanten van de zaak. Wat betekent het, vraag 70, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Hier zit een taalkundige eigenaardigheid in. Want in vraag 69 staat al dat je met zijn bloed en geest gewassen bent. Nou, je kunt niet met de geest van God gewassen worden. Je kunt wel door de geest van God gewassen worden, maar niet met de geest. En hier staat dat ook weer in vraag 70. Wat betekent dit met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Maar wij zijn heel welwillend en wij verstaan daar dus onder met het bloed gewassen te zijn door de geest van Christus. Dat is ongetwijfeld de bedoeling. Nou, dit staat even helemaal los van de doop. Hier gaat het gewoon even over. Wat betekent wassen door het bloed? Weet u, we krijgen steeds meer christenen van wat voor richting dan ook. Die met die zogenaamde bloedtheologie niks meer te maken willen hebben. Je vindt ze in alle richtingen. Die vinden dat maar primitief en ouderwets. Terwijl het in het Nieuwe Testament zo'n centrale rol speelt. En de Bijbel geneert zich ook niet om de meest wonderlijke beeldspraak te gebruiken. Wat zou een huisvrouw ervan vinden, of een huisman tegenwoordig ook, als je zou voorstellen om vuile klederen te wassen in een schaal met bloed? Dit is zo mooi. Er staat in Openbaring 7, vers 14, over mensen die hun kleren wit gewassen hebben met het bloed van het lam. Dacht u dat de schrijver niet begreep dat hij daar een wonderlijke metafoor gebruikte? Natuurlijk, hij doet dat toch, expres. Je kunt je kleren wassen witter dan welke reclame dat ook maar kan beweren in het bloed van Christus. En in de Statenvertaling, herzien de Statenvertaling, daar staat het ook in Hebreeën, Openbaring 1 vers 5. In de moderne vertalingen staat verlost, dat hangt met de handschriften samen. Daar staat gewassen door het bloed van Christus. En je hebt andere beelden, besprenkeld, dat is allemaal ontleend aan de taal van de wet van Mozes. Besprenkeld met het bloed, dat doet Petrus in 1 Petrus 1 in de aanhef van zijn eerste brief. Je vindt dat in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 10. Maar het is altijd bloed. En men spreekt wel eens wat minachtend van de bloedtheologie. Een God die bloed wil zien. Ja, als je het zo zegt, dan haal je het al meteen helemaal naar beneden. Een God die bloed wil zien. Een soort woedende God die door zien van bloed tot bedaren gebracht moet worden. Dat is zo verwerpelijk. En dat blijkt al onmiddellijk uit het feit dat het men vergeet dat het God zelf is die de Heer Jezus heeft gegeven. Hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, Romeinen 8. God gaf zijn zoon opdat hij zijn bloed zou geven. Dat is zo ver verwijderd van de gedachte een God die bloed wil zien, alsof hij een primitieve wraakgod zou zijn. De Hebreeënbrief zegt heel nadrukkelijk, hoofdstuk 9 vers 22, zonder bloedstorting geen vergeving. En de grondgedachte die erachter zit kun je eigenlijk al in Leviticus 17 terugvinden. Er wordt niets gereinigd zonder het bloed. Het bloed staat voor het leven. Dan moet ik eventjes, ik weet niet of reformatorische mensen er ook last van hebben, maar sommige evangelische wel.
die denken dat dat bloed heel concreet betekent het bloed dat drupte uit de wonden van de Heer Jezus. Uit zijn handen, uit zijn voeten, van de doornen kroon. Maar daar gaat het helemaal niet om. Dat was ook niet het bloed dat hij zelf gaf. Dat was bloed dat ontstond door wonden die anderen hem hadden toegebracht. Goddeloze mensen. Nee, bloed geven. Je bloed geven is niet dat bloeden uit die wonden. Je bloed geven is je leven geven. Als het oud-testamentisch offer zijn leven moest geven, werd het geslacht. Het werd de hals doorgesneden, zodat al het bloed eruit liep. Dat mag je helemaal zo op de Heer Jezus niet toepassen, want dat is niet letterlijk met hem gebeurd. En toch lezen wij in Openbaring 5 over het lam dat geslacht is. Maar dat is de beeldspraak die ontleend is aan het feit hoe dieren in het Oude Testament geslacht werden. De Heer Jezus gaf zijn bloed toen hij zijn leven uitstortte in de dood. Want de ziel is in het bloed, zegt de wet. De ziel, het leven is in het bloed. Dat wil zeggen, dat is de eenvoudige waarneming dat als het bloed uit een mens of een dier wegloopt, dan loopt ook het leven weg. En zijn leven heeft niemand van hem afgenomen. Niemand neemt het van mij, zegt in Johannes 10. Hij heeft zijn leven zelf afgelegd. Hij heeft zijn bloed gegeven. Dat bloed is niet van hem genomen doordat mensen hem verwond hebben. Al die wonden die mensen hem toebrachten hebben ons leed, onze zondemassa alleen maar vergroot. Onze schuld alleen maar vergroot. Niet wat mensen hem hebben aangedaan heeft ons gereinigd, maar wat God aan hem deed. Toen God zei, zwaard waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. De Heer Jezus zegt in Psalm 22 niet, mijn vijanden leggen mij in het stof van de dood. Gij legt mij in het stof van de dood. In de 3 uren van duisternis was het een zaak tussen God en de Heer Jezus. Toen gaf hij zijn leven over in de dood. Dat gaat niet om buiten de Heilige Geest, want de Heilige Geest is het die ons vernieuwt. De vernieuwing van de geest. Hier denkt de schrijver ook aan een tekst die we allemaal kennen, Titus 3. Titus 3 vers 5, waar we lezen over het bad der wedergeboorte. Andere vertalingen, de wassing der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Herinnert onmiddellijk aan Johannes 3 vers 5, zelfde hoofdstuk en vers. Johannes 3 vers 5, wedergeboren uit water en geest. Ik heb een grote moeite mee om in die beide teksten de doop te zien. Je bent niet wedergeboren door de doop. Dat is de officiële katholieke leer, door de doop word je wedergeboren. Nee, word er niet wedergeboren door de doop. Het is het water, dat is of de geest zelf of het is het woord van God toegepast door de Heilige Geest. De christelijke doop bestond nog niet eens toen de Heer Jezus dat aan Nicodemus zei. Maar ook het bad van de wedergeboorte. Niemand wordt door de doop wedergeboren. Het bad der wedergeboorte, het is ook een heel bijzonder woord voor wedergeboorte dat daar gebruikt wordt. Het is een waterwassing waardoor je in een totaal nieuwe staat wordt gebracht. Precies zoals ik dat zei, uit Egypte naar de woestijn. Uit de oude aarde in de tijd van de zondvloed naar de nieuwe aarde. Dat bad van de wedergeboorte en die vernieuwing van de Heilige Geest is een innerlijke zaak. Maar het is wel waar dat de doop een voortreffelijke uitdrukking is van wat daar in die term begrepen is. Want zo goed als er een innerlijke wassing is, dat is het eigenlijke werk van de wedergeboorte, zo is er ook een uiterlijke wassing, dat is de doop. Dus in die zin, indirect, mag je dat er best bij noemen. Ik zeg dat omdat aan het eind van vraag 71 staat, de belofte wordt herhaald waar de schrift de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde noemt. Dus ook de catechismus denkt bij dat bad der wedergeboorte aan de doop. Nou, dat kan je in indirecte zin wel doen. Wij zijn geheiligd tot leden van Christus, zegt vraag 70 verder. Dat wil zeggen tot leden van het lichaam van Christus. Opdat wij hoe langer hoe meer aan de zonde afsterven en een godzalig en onberispelijk leven leiden. Nou, ik zal u vertellen, ik ben opgevoed met de gedachte dat dit toch wel heel triest is dat het er zo staat. Want wij lezen toch in het Nieuwe Testament, wij zijn gestorven met Christus. Onze oude mens is gekruisigd, Romeinen 6 vers 6. De oude mens bestaat niet meer. Als je gestorven bent, dan is dat een eenmalige zaak. Het is eigenlijk het oude contrast tussen wat in de
De oudvaders noemden staat en stand. Je staat, dat is je positie in Christus. Je stand is de praktische verwerkelijking daarvan. Nu zou ik helemaal niet meer zo streng over oordelen wat hier staat. Misschien is het wel jammer dat hier benadrukt wordt dat je in Christus natuurlijk door het geloof met Christus gestorven bent. Maar het feit dat Paulus erbij zegt, rekent je nu ook voor de zonde dood, laat wel zien dat het dus blijkbaar toch praktisch nuttig is om dat nog weer eens even te noemen. En als hij zegt, je bent vrijgemaakt van de zonde in Romeinen 6, 3 keer. Maar dan zegt hij er ook bij, laat de zonde niet langer in je sterfelijk lichaam heersen. Dus was blijkbaar toch wel nuttig en nodig dat hij dat nog eens onder de aandacht bracht. Nou, wat is dit hier is, dat is niet je staat, je positie. Dit is je stand, de praktische verwerkelijking daarvan. Je bent met Christus gestorven, leef als zodanig. Om Kolossen 3 vers 5, het is allemaal 3 vers 5 vanavond. Kolossen 3 vers 5 er nog even bij te halen. Zodra toch weer dat oude vlees werkzaam wordt, dood de leden die op de aarde zijn. Meteen daarmee in de dood van Christus brengen. En zo leer je in het leven van de heiligmaking een godzalig en onberispelijk leven leiden. Doordat je de zonde, ook de zonde die nog in je woont, leert ontmaskeren, leert herkennen en daar radicaal mee afrekent. Ten slotte, waar heeft Christus... Dit is een boeiende vraag. Want dit zou je keer op keer kunnen verwachten in de catechismus en het gebeurt nooit. Het gebeurt maar 2 keer, 1 keer bij de doop en 1 keer bij het avondmaal. Blijkbaar vindt de schrijver het zo belangrijk dat hij zegt, nou wil ik wel eens chapter en verse. Nou wil ik wel eens weten, waar staat dat nou in de Bijbel? En dat is heel uniek. Waar heeft Christus ons beloofd dat hij ons even zeker met zijn bloed en geest wil wassen als wij met het doopwater gewassen worden? Bijzonder is, in deze 4 teksten staat dat letterlijk nergens zo. Maar ook daar moet je weer een beetje welwillend lezen. Je moet proberen die 4 schriftplaatsen die hier geciteerd worden op je te laten inwerken. En dan ga je vanzelf zien waar de schrijver naartoe wil. Het eerste is, en het is heel merkwaardig, dat de Heer Jezus Matthäus 28 tegen zijn apostelen zegt, weet je wat jullie taak is? Jullie moeten mensen maken tot volgelingen van mij. Onderdanen van mijn koninkrijk, want ik ben de koning, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Je moet die mensen als het ware overhalen door de geest van God, om van het rijk van Satan in mijn rijk te komen. En daarom is die doos zo mooi, want stel je voor dat je dat door overhalen moet doen, dan zegt hij, nou ja, oké, dat wil ik wel. Maar je weet nooit goed, waar ben ik nou met die persoon naartoe? Maar als die bereid is zich te laten dopen, en dan ook nog eens een keer bij voorkeur met zoveel mogelijk aanwezigen, zodat het een machtige getuigenis is, dan zeg je door dat ritueel, ik laat die wereld achter mij, ik wil achter Jezus aangaan. Hoe word je een discipel? Het antwoord is heel simpel, door de doop. En dan staat erachter en leert het onderwijs al wat ik u geboden heb. Dus die doop is nog maar het begin, het is een toelatingsexamen. En daarom zei ik ook, daar moet je er ook niet te lang mee wachten. Maar het bijzondere is dat het zo'n rituele reiniging, die natuurlijk nooit losgemaakt kan worden, zeg ik nog maar weer eens, van die innerlijke reiniging door het bloed, wordt iemand een discipel. Dat is een heel duidelijke ceremonie. Dat is een heel belangwekkende overgang. Daar kun je niet omheen. Ik heb al gezegd, voor een heleboel mensen is dat nou juist die uit het heidendom komen. Ik heb het nou niet over christelijke gezinnen. Maar mensen die uit het heidendom komen, is dat een hele stap. Je kunt innerlijk wel voor de Heer Jezus gekozen hebben, maar door die doop laat je voor de hele wereld zien waar je nou voortaan staat. Onder het gezag van Christus. Markus 16 vers 16. Nou, daar is natuurlijk een hele discussie over geweest. Die staat op doop en geloof heel nauw met elkaar verbonden enzovoort. Dat is natuurlijk een echte baptistentekst, zou je kunnen zeggen. Hier staat het toch heel duidelijk, eerst geloven dan doop. Jawel, maar dat is eigenlijk in het vers helemaal niet zozeer het punt. Het punt is veel eer dat ook hier we te maken hebben met de grote zendingsopdracht. En dan gaat het om mensen uit de wereld te brengen tot Christus. Het gaat niet over de kinderen van die mensen, het gaat over mensen die het evangelie kunnen horen. Wat moeten die doen? Die moeten iets doen aan de binnenkant en aan de buitenkant. U begint het door te krijgen. Van binnen moeten ze geloven. Van buiten moeten ze het waterbad ondergaan. En er staat erbij, die zal zalig worden. Dat betekent, die zal behouden worden. Weet u dat er letterlijk staat in 1 Petrus 3, de doop behoudt u? Daarom zeggen sommige mensen, als je niet gedoopt bent, op hun manier dan ook nog eens een keer, kun je niet in de hemel komen. Maar dat betekent behouden hier niet zozeer.
Behouden gaat het hier vooral om, zoals dat ook in 1 Petrus 3 is. Petrus vergelijkt dat met de zondvloed, zei ik u al. Hoe kon je van die oude aarde gereinigd worden? Al die mensen kwamen om in de zondvloed. Maar door de ark heen werd je als het ware op een nieuwe aarde gebracht. Dat was je behoudenis. Wie in Egypte achterblijft, gaat met Egypte ten onder. Wie in het koninkrijk van Satan achterblijft, die gaat met het koninkrijk van Satan ten onder. Je moet je leven redden. Zeggen de engelen tegen Lot, red u om uw levenswil. Met andere woorden, red je weg uit Sodom. Dat is wat de doop doet. Aan de buitenkant, en wat het geloof doet, aan de binnenkant. Het uiterlijke waterbad en het binnenste waterbad. Je wordt erdoor behouden. Je wordt op een veilig terrein gebracht waar het oordeel niet meer kan komen. Nou, ik heb het al over het bad der wedergeboorte gehad. En die afwassing van de zonde, dat verwijst natuurlijk, wat ik ook al citeerde, namelijk naar wat de engel, wat Ananias gezegd had tegen Paulus. Laat je dopen en je zonde afwassen. Hoezo? Mijn zonden zijn toch al afgewassen, want ik ben tot geloof gekomen. Jawel, aan de binnenkant, maar nog niet aan de buitenkant. Denk erom dat het voor Paulus een enorme stap was. Om door de doop zijn hele vroegere leven achter zich te laten. En voortaan een radicale volgeling van Jezus te worden.